Welkom. We gaan het nu hebben over de valpolie van Ter Gooi. Aan tafel zit nu Annemarieke de Jonge, je bent klinisch geriater. Daarnaast praten we zo verder met fysiotherapeut en verpleegkundige over de valpolie. Maar eerst, je bent klinisch geriater. Wat is een geriater? Wij zijn medisch specialist in het ziekenhuis en wij gaan vooral over de kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Dat zijn patiënten die problemen hebben op meerdere vlakken. Dus die hebben lichamelijke problemen of ze hebben problemen met het geheugen of problemen met het lopen. En dat zijn de mensen waar wij over gaan. Ja, dus geriatrische oudere geneeskunde, als ik het zo zou mogen samenvatten. Ja. En kun je vertellen wat de patiënten hebben die op de valpolie gezien worden? Ja, nou wat eigenlijk vrij duidelijk is dat alle patiënten die bij ons komen, die zijn gevallen. Of ze hebben een flinke neiging om te vallen. En dat is aan de ene kant die groep met kwetsbare patiënten die ik net benoemde. Dat zijn mensen die meerdere ziekten onder de leden hebben, vaak chronische ziekten, vaak medicijnen gebruiken, maar daardoor dus ook weer meer kans hebben op bijwerkingen. Soms hebben ze geheugenproblemen, of zijn ze in de war, of hebben ze moeite met het lopen, of last van de gewrichten of van de spieren. Wat maakt dat ze ook een minder goede conditie hebben vaak. Maar we hebben ook best een grote groep fitte ouderen bij ons op de valpolie, waarmee het eigenlijk heel erg goed gaat, maar die desalniettemin iets hebben wat maakt dat ze zijn gevallen en waarvan wij het dan heel nuttig vinden om het ook goed te bekijken. Waarom is het van belang dat mensen die gevallen zijn op de valpolie worden gezien? Dat komt omdat vallen kan goed gaan, maar het kan ook echt met ernstig letsel gepaard gaan. Je moet je voorstellen, als je valt en je breekt een heup, dan ben je weken aan het revalideren en is het maar de vraag of je weer op hetzelfde niveau komt daarna. Nou, voor de fitte groep geldt dat in mindere mate, dus die komen vaak weer op heel goed niveau. Maar als je al wat kwetsbaarheden onder de leden hebt en je valt, is de kans groot dat je daarna niet meer op je oude niveau van functioneren komt. En dat kan voor mensen echt grote gevolgen hebben. Dat kan het verschil maken dat je voortaan met een stok moet lopen, of met een rollator, of dat je het misschien wel niet meer thuis redt en naar een verpleeghuis moet. Dus dat kan echt een hele grote impact hebben. Ja, enorm groot. Ja. En daarom vind ik het echt belangrijk om dan goed te kijken van wat is er gebeurd en zijn er dan toch dingen die we kunnen vinden die te beïnvloeden zijn, waardoor de kans op vallen minder groot wordt. Nu aan tafel Marianne, jij bent geriatrie verpleegkundige. Wat gebeurt er als een patiënt bij jullie op de valpolie binnenkomt? Ja, ik ontvang de patiënt op de poli. Ik breng de patiënt naar de kamer waar hij die ochtend verblijft. Ik leg uit dat er verschillende zorgverleners, medisch zorgverleners bij de patiënt komen. Dan komt de patiënt dus in een soort straatje terecht. Dus we komen achter elkaar, zitten de disciplines. En daarin zit ook de artsassistent, de geriater en de verpleegkundige. En de artsassistent die voert ook een ruim gesprek met de patiënt en doet ook daarna het lichamelijk onderzoek. En de patiënt is ook welkom op de röntgenafdeling. Daar gebeurt meestal een scan van het hoofd, een CT-hersenen zoals wij dat noemen, en een foto van hart en longen. De spil in het de eerste die iemand ziet. Ja, hè? Dus zeker. Dat is ook toch ook vaak spannend, wat gebeurt er? Ja, ik probeer de patiënt ook wel gerust te stellen. Vaak is dat ook wel nodig. Ja. Zijn ze best nerveus, ze zijn er vroeg. Hè? En ik verzorg ook het drinken en dat soort dingen, zodat ze ook even op hun gemak komen. En de vrijwilligers brengen de mensen naar de onderzoeken beneden op de röntgenafdeling. En ook weer terug naar boven. Ja, precies. Ja, ook niet heel onbelangrijk. Nee, precies. Het laatste. Ja. En wat zijn jouw specifieke taken? Ja, nou, mijn collega of ik komen bij de patiënt en we hebben 3 kwartier de tijd om een aantal medisch assisterende handelingen te doen, zodat de dokter een goed en compleet beeld krijgt van de patiënt. Ik begin met een hartfilmpje.
Dat gebeurt op bed. En daarna laat ik de patiënt ook geruime tijd liggen. Minimaal 10 minuten. Want ik ga 3 keer een bloeddruk bij de patiënt doen. Dat is specifiek ook belangrijk op de valpoli. Vanwege dat wij willen zien wat zo'n bloeddruk doet. Als de patiënt na 10 minuten ook gaat staan. Dus ik meet hem dus liggend. En daarna gaat de patiënt staan. Meet ik hem voor de 2e keer. En na 2 minuten staan meet ik hem voor de 3e keer. En daarin willen wij zien wat zo'n bloeddruk doet. Verder nemen wij zo mogelijk in overleg met de dokter een geheugentest af. En zoomen wij in op eventueel stemmingsproblematiek. En verder doen wij een oogentest, met name op de valpoli, om te kijken of de mensen wel of niet oogproblemen hebben of dat ze daardoor juist vallen. Dan is het handig dat ze hun bril of brillen meenemen naar de poli. Ja. Heel praktisch, want die zullen je voorstellen. Maar het zijn ook wel heel veel dingen die er gebeuren. Ja, het is veel voor de patiënt, het is ook vermoeiend. Wij proberen ook elke keer de patiënt gerust te stellen en dat hij ook zeker op mij terug kan vallen als er iets is of als hij moe is of als er wat is. En verder het doel van de verpleegkundige is om toch een stukje observatie te doen. Als geriatrieverpleegkundige kijk ik toch weer naar andere dingetjes als de geriater zelf. En dat koppel ik terug in het multidisciplinair overleg die we aan het eind van de ochtend hebben. Verder ben ik eigenlijk inderdaad, wat je al zei, de spil in het web. Puur om het logistiek goed te laten lopen op de poli. Dat de mensen ook op de gezette tijden ook bij de patiënt binnenkomen. En dat het ook goed en vlot verloopt, zodat ze op weer buiten staan. Dat is eigenlijk mijn doel. Ja, ik weet zeker dat mensen bij jou in hele goede handen zijn. Dankjewel. Ja. Aan tafel Martine, fysiotherapeut. Wat is de rol van de fysiotherapeut op de valpoli? Nou, ik ben een van de fysiotherapeuten die werkzaam is op de valpoli. En als fysiotherapeut proberen we een oorzaak te vinden in het vallen, in een verandering van de houding of in het bewegen. En daarom vinden we het ook belangrijk om vooral het verhaal rondom het vallen te horen. Dus hoe vaak valt iemand? Gebeurt het tijdens het opstaan uit bed of uit de stoel? Of is het juist tijdens het lopen en heeft iemand de neiging om te struikelen? Verder vinden we het belangrijk om te weten of iemand pijnklachten heeft waardoor het lopen misschien moeizaam gaat. Of dat iemand duizelig is en zich daardoor onzeker voelt. Dat is belangrijke informatie die ons richting geven in het verdere onderzoek. Klinkt logisch, ja. Ja. En daar vinden we het eigenlijk ook heel fijn als er iemand meekomt met de patiënt. Dus een partner of een familielid of een ander direct betrokkenen. Want samen kunnen ze een goed beeld schetsen van hoe zo iemand thuis nog functioneert. Ja, en dan heb je een beter beeld van dingen die ogenschijnlijk er niet toe doen. Die juist heel relevant zijn dan. Ja. En hoe gaan jullie dan verder te werk? Nou, naar aanleiding van dat verhaal gaan we verder onderzoeken. En dan kijken we bijvoorbeeld heel goed naar het lopen. Loopt iemand vlot door of heeft hij juist de neiging om te struikelen? Loopt iemand in een rechte looplijn of heeft hij juist een beetje de neiging om wat naar één kant te neigen? Verder kijken of iemand ondersteuning nodig heeft van een stok of een rollator. Of kijken of iemand snel kortademig wordt. En daarna gaan we wat gerichter kijken. Dus dan kijken we bijvoorbeeld naar de spierkracht. Hè? Zijn de beenspieren sterk genoeg om veilig op te staan? We kijken naar de bewegelijkheid van gewrichten. Bewegen ze soepel of is er een bepaalde mate van stijfheid wat belemmert? We doen verschillende balanstesten en we kijken ook naar de loopsnelheid. Die meten we op, omdat dat een goede voorspeller is voor verhoogd valrisico. En al met al zijn we zo 3 kwartier bezig. En als het goed is, krijgen we een goed beeld van hoe iemand beweegt. En wat er goed gaat en wat er mogelijk niet goed gaat. En dan mogelijk vinden we dan een oorzaak voor, of een van de oorzaken waarom iemand valt. Ja, mooi. Dankjewel. Goh, er gebeurt echt ontzettend veel op een valpoli. Yeah. Kun je het nog even kort samenvatten? Ja, zeker. Ja, we zien dus alle momenten die zijn gevallen. We spreken ze uitgebreid. We vragen heel goed door naar wat er gebeurd is. Maar we vragen ook veel uitgebreider van hoe het met mensen hun gezondheid is. Wat ze aan medicijnen gebruiken. De verpleegkundige die doet een heel aantal metingen. En die heeft ook een gesprek met de patiënt. De fysiotherapeut die kijkt heel uitgebreid. Die beoordeelt het lopen en die kijkt wat ze daaruit op kan maken. En we doen dus aanvullend onderzoek. Er wordt bloedonderzoek gedaan en vaak röntgenonderzoek gedaan.
En aan het eind van de ochtend zitten wij allemaal bij elkaar in een multidisciplinair overleg. Daar heeft ieder zijn eigen inbreng en dan concluderen we uiteindelijk van, goh, nou, dit zijn de dingen die spelen en dit zijn de dingen die we zouden kunnen adviseren. Of dat is misschien doorverwijzing of het is verder onderzoek. En de arts van de geriatrie, die gaat dan terug naar de patiënt en die vertelt dan wat er allemaal gezien is en wat de adviezen zijn voor de patiënt op dat moment. Ja. Maar ik vind het veel, maar ja. Kan iemand dat dan ook wel onthouden? Ja, nou, dat is een uitdaging. Ja. Wat ik merk is dat vaak degene die mee is met de patiënt opschrijft wat er in dat uitslaggesprek wordt besproken. Dat is een handig moment om zelf aantekeningen te maken en te kijken van, goh, wat neem ik mee en wat kan ik oppakken? Wat is voor mij belangrijk uit dit gesprek? En we schrijven een brief naar de huisarts. Dus die krijgt alle informatie met alles wat we gedaan hebben toegestuurd. Dat is een brief die de patiënt ook zelf in Mijn Ter Gooi kan terugzien. En we adviseren eigenlijk altijd om een afspraak te maken bij de huisarts, bijvoorbeeld een week later, om toch al die adviezen nog eens door te lopen met de huisarts en te kijken van, nou, wat werkt niet en wat is iets waar de patiënt wat aan zou kunnen hebben. Ja. Ja, dus heb je echt ook de cirkel in dit geval rond. Ja. Ja. Mooi is dat. Ja. Goed om daar even zo bij stil te hebben gestaan. En de valpolie, dat gebeurt heel veel. Ja. Het beschreven. Zo is het zoals het gaat bij ons. Ja. Ja.